Ja, hem echt volgen. Ja, volg. Ah nee, dat moet je omvolgen. Wel een goeie voor lelijk. Wel een goeie voor jou. Hij is zo lekker. Hé, jongens, ik lees hier net op het nieuws dat een moeder haar eigen kind heeft ontvoerd. Oh, dat kan echt niet. Ja, ik snap wel dat als die ouders zijn gescheiden, dat dat kind nu bij de vader is. Ja, maar als het kind dan in het weekend naar de vader gaat, dat is nog steeds geen ontvoeren hoor. Ja, het is echt fake nieuws. Ja. Hé, ik zie hier nu een seksvraag. Oh my god! Ik ga hem volgen. Hé jongens, maar het is al 5:45, ik ga naar huis. Ik moet zo echt eten. Ja, ik ga zo. Doei. Het is vreselijk dat u niet weet waar uw dochter is. Maar we zullen de daders pakken. Dank u wel. Okay. Ja, dat is het. Goeiedag, mogen jullie ook nog wat vragen stellen? We vragen ons af, wat is hier aan de hand? Het ziet er naar uit dat vannacht uit deze woning een kind is ontvoerd. Nou, we hebben gisteren inderdaad wel iets vreemds gezien. Oh, nou, wat is dat? Nou, we waren gisteren aan het chillen en toen ze naar huis gingen waren allemaal vreemde mensen aan het lachen. Ja, dat is nuttige informatie. En hoe laat was dat? Ja, hoe laat was dat? 5:45 ongeveer. Ja, 5:45. En hoe zagen ze eruit? Oh ja, eentje had een hoed op, een koptelefoon op. Een ander meisje had allemaal lintjes om haar hoofd heen. Een ander meisje... Jullie zijn gisteren gespot bij een meisje dat ontvoerd is. Toen ze voorbij liep, moesten jullie heel hard lachen. Oma, ik weet alweer wat ze was. Kijk eens jongens, wat een grappig appje krijgt doorgestuurd. Kan je hem ook naar mij doorsturen? Ja, en ook naar mij. Bij mij ook. Maar dus we lachten maar niet om het meisje, maar we lachten om die foto. Dat gaan wij eens even controleren, mevrouwtje. Hier met die telefoon. Hoofdagent Dikbuik, wij gaan die telefoon controleren. Ja, maar we hebben niks gedaan. Dus waarom hebben jullie dit gedaan, hè? Voor het geld zeker? Nee, nu even niet! Ik zal er persoonlijk voor zorgen dat jullie je hele leven achter het straatje zitten. Ja, zeg het eens. Nou, hoofdagent Dikbuik, het klopt. Er is gisteravond om 5:15 ook een berichtje binnengekomen van deze verdachte. Dus we weten zeker dat dit niet de verdachten zijn. Oh, hoe kan het nou? Ik dacht echt dat hun het hadden gedaan hoor. Ja, ik ook. Hoe vaag dit? Ja. Hé jongens, ik had toch laatst dat bericht gelezen dat die moeder haar eigen kind had ontvoerd? Ja, dat weten we nog. Misschien is dat helemaal niet fake. Nee. Kinderen die worden ontvoerd door hun vader of moeder. Dat lijkt vaker voor te komen dan je denkt. Ze wisten bijna zeker dat het meisje werd ontvoerd door hun eigen vader. Daarom melden ze dit gelijk bij de politie. Weet je eigenlijk al zeker dat ik vandaag weer school? Nee, je bent echt vrij, want vandaag is een studiedag en morgen ook. En daarna heb je al vakantie. Nee, je bent echt gewoon echt vrij. Mag ik anders even mijn telefoon? Dan kan ik het zelf even checken. Het is echt waar, je moet me gewoon vertrouwen, lieverd. Oké. Maar ik vind het ook raar dat we hier zitten en dat we niet gewoon normaal naar buiten kunnen kijken. Zo, meneer Havermout, wanneer heeft u uw ex-vrouw voor het laatst gezien? Dat was wel een tijdje geleden. Toen hadden we ruzie en toen had ik wat gezegd wat ik beter niet had kunnen zeggen. Als jij zo doorgaat, kom je Erica nooit te zien. Nou, dat laat ik me niet gebeuren. Ik hoop dat wij zo snel mogelijk kunnen scheiden. Ik kom met je lelijke hakken. En jij met je lelijke blouse. Was eigenlijk wel hard in die ruzie. Ik had het niet zo bedoeld. Ik had zoveel stress op het werk. En toen vloepte het er één keer uit. Ik heb eigenlijk spijt van dat ik het heb gedaan. Meneer Havermout, u bent op basis van artikel 35 uit het Kinderrechtenverdrag aangehouden. Hierin staat dat het verboden is om kinderen te ontvoeren. Hiervoor krijgt u 12 jaar cel. Ja, dat kan echt niet. Fake. Nee, wat zei je? Hey jongens, ik had toch laatst een bericht gelezen dat zijn moeder haar eigen kind had. Wat was het nou? Ontvoerd. Oh ja. Brigadier. 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 Ja, die doen nog een keer. Dus we lachten op het meisje, maar helemaal niet om die foto. Om dat meisje. Oh, kom zelf. Nee jongens, het is al 4:45. Ja, 5:45. Ik moet echt. Wel goed geprobeerd. 5:45. Kan je naar mij ook doorsturen? Ah, Joy! Oh, jammer! Nou, dat laat ik me niet gebeuren! Je moet nog door. Oh, ja. Rustig! Mag ik eigenlijk? Mag. Ja, lieverd, je moet me gewoon geloven. Het is echt waar, respecteer het je. Je moet gewoon het is echt waar, je moet me gewoon geloven, lieverd. Dus moet je gewoon... Het is echt waar, je moet gewoon geloven. Het is echt waar, je moet me gewoon waarom zeg ik ver? Het is echt waar, je moet gewoon hey jongens, ik lees jullie net op het nieuws dat een moeder haar eigen kind heeft ontvoerd. Ja, ik wou vermoord. Vermoord? Jij maakt er gelijk een heel andere van. Zo, meneer Havermout. Ik ben echt heel erg hard geweest met Rius. Meneer Havermout, u bent aangehouden op basis van artikel 35. Het is vreselijk dat uw dochter weg is.